zijn hier op het spoor tussen Steenwijk en Heerenveen. Daar wordt op dit moment de grootste vernieuwingstrein van Europa ingezet. Die is van het bedrijf Switelski en die worden overal in Europa gebruikt en nu ook hier. En die gaat het spoor vernieuwen. Het is de tweede keer dat deze trein nu in Nederland wordt ingezet. Ja, het kan eigenlijk ook lang niet altijd. Als je 100 of 200 meter spoor moet vernieuwen, dan gaat dat nog gewoon met kranen. Maar hier zijn we bezig met 11 kilometer spoorvernieuwing. Ja, en dan is zo'n trein echt handig. Daar kan niemand gewoon tegenop werken. Deze trein die heeft eigenlijk alles in één. Dus hij heeft de nieuwe dwarsliggers heeft hij bij zich. De oude dwarsliggers kan die afvoeren. Hetzelfde geldt voor het grind. De ballast onder het spoor, die graaft die weg. En vervolgens wordt dat over lopende banden wordt dat gezeefd. Het wordt gemengd met nieuwe ballast en het wordt ook weer teruggebracht. Ja, en tegelijkertijd tilt hij ook nog de spoorstaven op. Die spreidt hij zodat de dwarsliggers ertussen uitkomen. Het is heel ingenieus.